Het tijdelijk buurtinformatiecentrum in de Suikerbuurt in Hoogkerk is per direct gesloten. In het centrum, dat gevestigd was in een woning, werden activiteiten gehouden, hielden medewerkers van Stelande spreekuren en konden bewoners informatie krijgen. Sinds december 2014 werd het ook gebruikt voor inloopbijeenkomsten. Stelande zegt echter dat dit jaar nog maar nauwelijks gebruik is gemaakt van het centrum. In de buurt wordt geklaagd over geluidsoverlast door jongeren uit en buiten de wijk die gebruik maken van het informatiecentrum.